Hallo, Rano Hoogveen. Ik wilde u een hele hoop handtekeningen aanbieden, omdat ik na een hele hoop ellende al heb gehad, ook twee rechtszaken heb verloren, wil ik weten wat nu verder. Rano Hoogveen is de wanhoop nabij. Anderhalf jaar na de dood van zijn ouders moet hij het huis aan de Frederik Hendrikstraat in Elst, waar hij 23 jaar heeft gewoond, verlaten. Op 13 mei staat hij op straat. De buren snappen er niets van. Ik vind dat hij wel recht heeft op deze woning. Hij woont hier tenslotte 23 jaar. Hij heeft mijn man nog geholpen in de voortuin. En ik heb helemaal geen klachten over. En ik vraag me af waarom dat hij hier weg moet. Hij had bij mij zitten huilen in de armen. En het is helemaal geen praten, die jongen. Help. Autoriteiten, help. Samen met de bezorgde buren heeft Rano 1000 handtekeningen ingezameld. En die aan de gemeente overhandigd in een laatste poging het tij te keren. Gesprekken met de eigenaar van het huis, woningbouwvereniging Vivare, zijn de afgelopen anderhalf jaar op niets uitgelopen. Ik ben al zo vaak nu bij de woningbouw geweest. Daar kom ik ook geen stap mee verder. Dat gaat hem ook niet worden. Woningbouwvereniging Vivare laat weten dat de wet duidelijk zegt dat inwonende kinderen niet automatisch huurrecht hebben als de ouders overlijden. En aangezien Vivare niet boven de wet is verheven, moet Rano het huis uit. Hij is niet ingegaan op ander woningaanbod van Vivare, want hij wil maar één ding, in hetzelfde huis blijven wonen. Of de gemeente nog iets voor hem kan doen, blijft nog maar de vraag. Het is een zaak die bij Vivare ligt, maar dat weet u. Ja, ja. En ik zou in ieder geval aan de burgemeester vragen of hij u daar een antwoord op kan geven. Rano is al aan het inpakken, maar heeft nog geen idee waar de dozen naartoe moeten.